Vrouwen verschillen niet veel van mannen, behalve dat vrouwen zaken anders aanpakken dan mannen. Aan het woord is COFAB-directeur Anshel Wadelee Kumbangsila vandaag tijdens de workshop Embrace Equity, ofwel het omarmen van het eigen vermogen bij de onderwijsinstelling in verband met de herdenking van de Internationale Dag van de Vrouw vandaag. De COFAB-directeur concentreerde haar presentatie rond het thema Onbeperkt Leefbaar. Het is eigenlijk amazing om te zien hoe we schakelen. He, het ene moment zitten we midden in een bespreking, heel serieus, belangrijke besluiten nemen. Eén minuut later gaat je ogen naar de app en je ziet iets van je kinderen of van iemand anders of van iemand die je wil ondersteunen. Je hebt het gelezen, geregistreerd, snel ook nog een reactie gegeven, iets mee gedaan, weer terug naar die ene rol. Maar dat is vrouw eigen, denk ik. Dat we heel snel kunnen schakelen tussen de verschillende rollen. Maar het kan ook een uitdaging zijn als je in een voornamelijk door mannen gedomineerde omgeving bent, om tot je recht te komen als vrouwelijke leider. Nu in de zorg is dat een beetje anders, omdat in de zorg je meer vrouwen hebt in leidinggevende posities. NPS-parlementariër Patricia Etnel is van mening dat wanneer er gekeken wordt naar het aspect educatie, het erop lijkt dat de Surinaamse vrouw het goed doet. In werkelijkheid is dat niet zo. Gewezen parlementsvoorzitter Jennifer Geerling-Simons gaf aan dat zij veel van haar moeder heeft geleerd, die ervoor heeft gezorgd dat zij voor zichzelf kon opkomen en zorgen. Of is het alleen maar omdat we naar Paramaribo kijken en we dat merken? Maar in districten zoals Koroni, Sipaliwini, Brokopondo, Para, Komowijnen, Marowijnen, dat daar het probleem nog steeds aanwezig is dat onze meisjes de kansen niet krijgen om te doorbreken. Maar omdat we alleen maar kijken naar Paramaribo, dan denken wij dat onze meisjes het subliem doen. Maar ik laat die vraag voor u. Mijn moeder zei altijd, als je een man neemt, je teken je mooi visie. Omdat je wanneer, je vindt hem leuk om met hem te blijven. Er moet geen enkele verplichting voor jou zijn dat je tangen een man omdat am sorgi of am jippie. Heel duidelijk, vanaf ik klein was. Na de verschillende presentaties waren er workshopsessies over wat vrouwen kunnen doen om hun eigen omgeving leefbaar te maken.